Philippe, opstaan jongen, kom. Je bent al zo laat. Philippe, waar zit uw nest? Dat ik met het verkeerde been uit bed gestapt ben. En waarom? Ja, mama, met dat geroep en dat gezag altijd. Wat was het daar? Lieg, mama. Zijn jullie nu weer tot de kot in de nacht ontlezen geweest en dat stomme roze boeksken, de incredible Hulk? Wat is dat nu weer voor een brol? Dat is helemaal geen brol, mama. Dat is een superheld. En ze hebben daar nu ook al een film van gemaakt. Oh, mama, zouden we niet samen naar de cinema kunnen gaan? Doe, mama, naar de film van de incredible Hulk. Doe, mama. Een film over een groene slet geklede noos en over mijn doodlijk. Nee, in onze tijd, we gingen tenminste naar schone films gaan kijken. Naar Sissy of naar The Sound of Music. Wij kenden we helemaal geen Hulk. En zeker geen groenen. Nog een klein beetje warme melk op uw cornflakesjes, Philippe. Mama! Waar ben je hulk? Ja, dat komt ervan, hè. Als je liever bij mijn neus in een belachelijke hulk zit, dan met mij te ontbijten. Maar moet jij de hulk kennen, mama? Dan zou je dat nooit doen. Want als de hulk kwaad wordt, dan... Dan krijgt hij direct een lap rond zijn oren. Ja. En houd er niet over op, over die belachelijke hulk. De hulk is helemaal niet belachelijk, mama. Het is een intelligente, een jonge man met heel veel levenservaring. En die wordt pas helemaal groen als hij echt kwaad wordt. En in de film... Stop nu erover in de film. Ten eerste, je weet dat je toch niet mocht gaan. En ten tweede, met al uw allergieën, bode je niet binnen in de cinema. Doe liever de afwas. En dat ik u voor de rest van een dag niet meer hoor, Philippe. Moest hij echt bestaan, hè? Dan zou ik vragen om mijn mama buiten te gooien. Of haar aan de wasraad te hangen. Ik haat haar. Nu is het genoeg, hè, Philippe. Hier, ze. Dat is wat ik doe met mijn hulk. En begin nu maar als een bliksem af te wassen. Oh, mama. Mijn tijdschrift van de hulk. Maak mij niet kwaad, hè, mama. Wat zet je daar, Philippe? Maak mij niet kwaad, mama. Philippe, wat krijg je nu? Laat mij met rust, mama. Op de gebeuren, maar leren. Weggaan, mama. Nee, Philippe, wat houdt er een keer mee op? Ik herken ik kan niet meer, Philippe. Annuleren uw moeder te lijf te gaan. Wie denkt jij wel dat ik ben? Van de oorlog he, heb ik een gans regiment soldaten alleen van onze hof gejaagd. Als je jij bijst dat ik bang ben van wat dulke streken, bah! En nu rap naar de afwas en de na naar bad. En was u maar lekker goed, vooral achter uw oren dat al het groen weg is. Hulk! Hoe zit het? Zijn de afwas al gedaan? Philippe? Philippe!